als je een provincie hebt waar die combinatie tot bloei kan komen, circulaire economie en Flevoland, nou dan is het dus een provincie, dan is het deze provincie Flevoland. Dus ik wil graag een applaus voor de gedeputeerde van de provincie Flevoland, Jan-Nico Appelman, en de wethouder van Almere, Tjeerd Herrema. Ja. Dag Inge. Goedemorgen. 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 De wethouder komt op zijn dode akker. Ja, hij komt van... Nou, hij is meestal heel druk, hoor. Het is juist heel erg goed als je heel druk bent. Zullen we even gewoon dan ook er gewoon wat relaxed bij gaan zitten? Druk zit in je hoofd. Druk zit in je hoofd om dan duidelijk te maken aan anderen dat je het helemaal niet druk hebt, terwijl je het misschien wel druk hebt. Heel even in zijn algemeenheid, want u houdt zo ook uw presentatie. Is het waar wat Richard en ik concluderen? U bent gedeputeerde van Economische Zaken hier in Flevoland. Los daarvan ook ondernemer, hè? Zowel op energiegebied als agrarisch gebied. Een heleboel handelsgebied, alles. Het doet u allemaal wel transparant, hoop ik. Hè? De commissaris van de Koningin heeft het allemaal op afstand laten zetten en is allemaal getoetst en gekeurd. Heel mooi. Ik ben tijdelijk uitgeleend aan het openbaar bestuur. En u functioneert daar uitstekend. Daar heb ik iedere maand een beoordelingsgesprek met mijn staten. Maar u zit hier als vertegenwoordiger van de gedeputeerde staten, vervanger van Jaap Lodders. Ja. Daar wil ik even dank voor zeggen. Jaap Lodders is helaas, net als de helft van Nederland, bevangen door de griep. Die combinatie Flevoland en circulaire economie, waarom is dat in uw ogen een combinatie waar we naar moeten kijken, misschien als de rest van Nederland? Flevoland en ook in het bijzonder de stad Almere is natuurlijk een fantastische showcase van het duurzaam bouwen. Het is, als je kijkt naar de drie grote polders die we hier hebben gemaakt in de loop van de decennia, dan is dat op zich al een civiel-technisch kunststukje. Maar meer nog het besef dat we hier dus ook van zee naar land en naar bouw gekomen zijn vanuit een hele schone situatie. Dus dat duurzaamheidsdenken, dat zit wel een beetje in ons denken. Daarnaast hebben we in onze economie ook hele mooie aangrijpingspunten voor circulair bouwen. Hè. Een hele sterke landbouwsector die heel actief bezig is om te kijken hoe kunnen we toegroeien naar biobased toepassingen. Nou, zo zijn er ook in Almere een hele grote opgave om die duurzaamheidsopgave in te regelen. Dus eigenlijk een fantastische combinatie. Heeft u economische zaken in uw portefeuille? Ziet u het ook vanuit financieel opzicht, vanuit financieel invalshoek, het als een enorme winst uiteindelijk als je dat inderdaad op de duurzame manier doet? Nou, ik denk, daar heeft de vorige spreker denk ik al een aftrapje voor gegeven. Kijk, de bouw komt natuurlijk uit een hele moeilijke periode. En zeg maar het nadenken over het opnieuw organiseren en het opnieuw organiseren van je verdienmodel in de bouw hangt natuurlijk heel erg samen met die opgaves om te komen tot zeg maar duurzaamheidseisen. Dus dat is logisch. Maar dan zijn de duurzaamheidseisen zijn dan leidraad? Hè? Nee, ik denk dat dat op zich geen eisen zijn. Dat zijn eisen die komen uit de verwachtingen van de eindgebruikers en van uiteindelijk de consumenten en de bewoners. Tjeerd Herrema, die bewoners. Zijn het bewoners? Hè? Dus ik heb 2,5 jaar hier voor Omroep Flevoland mogen werken, maar dat is al veel te kort. Voor mijn gevoel, bijna voor de Tweede Wereldoorlog. Ik was nog heel jong. Maar wat ik altijd fascinerend vond aan Flevolanders was dat het inderdaad toch bijna een beetje Rotterdams is. Dus niet lullen, maar poetsen. Handen uit de mouwen, niet zo zeuren. Blij zijn met wat je hebt. En openstaan voor iets nieuws. Is dat nog steeds zo? Ja, absoluut. Want dat zit een beetje in onze genen. Je zegt het zelf al. Mensen zijn een beetje hands-on. We hebben de ruimte, dus we kunnen ook dingen doen wat soms op andere plekken niet kan. Je groeit niet vanzelf tot 200.000 inwoners, dan moet je wel tempo maken. Maar wat we wel heel erg hebben is, we moeten wel beter groeien. Dus we moeten niet de dingen uit het verleden doen, maar moeten vooral op een andere manier de komende jaren ook gaan groeien. Dat doen we voor een deel al, maar dat kan nog een stapje verder, denk ik. Zowel op energie, hoe we met afval omgaan, maar ook hoe we bouwen. Daar moeten we samen, en dat heb ik gisteren ook al bij de diner gezegd, samen de lat eigenlijk hoger leggen. Omdat het onze samenleving eigenlijk vraagt. En dat willen de mensen ook eigenlijk. Hè. Je ziet ook heel veel
Ja, er kwam laatst nog iemand tegen die had dan voor het eerst geld teruggekregen voor de energie. Nou, je wil niet weten hoeveel blije mensen dan daarvan komen. Dus het is ook niet alleen maar idealisme, het is ook gewoon de rekening die je in de portemonnee voelt. Maar die lat moet hoger. En dat lat moet hoger. Een opdracht aan de zaal, denk ik. Een opdracht aan onszelf en aan anderen, iedereen die daar een rol in heeft te spelen. Dus we moeten samen, denk ik, net even de nieuwe kant verkennen die we nog niet kennen. Dat kan in Almere. Gaan we zo over doorpraten. Misschien is het goed om het Flevoland nog even te schetsen van het oogpunt van gedeputeerd. Ja, zal ik dat even doen? Gaat u gaan. Dankjewel. Economische zaken. Beste mensen, hartelijk welkom in Flevoland. Ik zei net al, vanuit het perspectief van de bouw is natuurlijk Flevoland een heel mooi gebied. Hè? Het is echt, wat ik net al zei, een civiel-technisch kunststukje, waar ook heel veel bouwers letterlijk en figuurlijk hun innovaties voortdurend hebben toegepast. En we vieren over 2 jaar uit mijn hoofd 100 jaar Zuiderzeewet. En hier bent u in een regio, in een stad, in een provincie die een kind is van het Zuiderzee-project. En uiteindelijk, Flevoland, nog. Hij doet het niet. Ja. Flevoland, zoals het nu is, zoals we het nu kennen, heeft een hele lange traditie van bouwen, ontwikkelen en wat Tjeerd net al zei, eigenlijk die can-do-mentaliteit, die zit in ons, in onze genen. Ik ben zelf ook een Flevolander. Niet uit 1942, maar uit 1968. Toen waren wij nog een openbaar lichaam, onderdeel van de Rijksdienst IJsselmeerpolders. De drie grote polders, u ziet het, 1942, de Noordoostpolder, 1957, noordelijk of oostelijk Flevoland en natuurlijk 1968, zuidelijk Flevoland, de Rijksdienst IJsselmeerpolders, waar ook zeg maar de gemeente Almere uiteindelijk haar ontstaansgeschiedenis aan heeft te danken. Flevoland groeit. Ik denk dat dat een heel belangrijk besef is. Wij zijn een regio die krachtig groeit, maar wel groeit op basis van een aantal kenmerken. Als u Flevoland binnenkomt, dan ziet u eigenlijk hoe wij met z'n allen werken aan die grote transitieopgave als het gaat over verduurzaming van de energievoorziening. We werken aan wind 2.0, maar we maken ook ruimte voor een heleboel andere toepassingen van duurzame energie. Samen met onze ondernemers, samen met glastuinbouwers, met woningbouwers, met gebiedsontwikkelaars. En je ziet dat we... Even kijken. En je ziet dat dat ook tot resultaat lijkt. Lelystad... U ziet helemaal Lelystad, Dronten, Zwolle, de Hanselijn natuurlijk enkele jaren geleden opgeleverd. Daardoor ontstaat in Lelystad een heel mooi multimodaal knooppunt. We zijn bezig met de bouw en de aanbesteding van een aantal havens. U ziet de Nieuwe Wildernis. We bouwen voort op de traditie van natuurbouw. Inmiddels ook met het Nationaal Park een enorme nieuwe impuls. En u ziet waarschijnlijk ook, als u over de dijk bent gekomen, de komst van de Markerwadden. Ook weer zo'n innovatief project waar de topsector water in dit geval heel intensief bij betrokken is. En natuurlijk een van de grootste wegenbouwprojecten. U ziet daar de spoorbrug bij Muiden. Tjeerd kan er alles over vertellen. De ontsluiting van deze regio, het grootste wegenbouwproject van Nederland. Het ligt hier op de drempel. En we blijven groeien. Ik zei net al iets over die energietransitie. We maken ook ruimte voor echt grootschalige offshore wind. U ziet hier de bouw van het grootste windpark van Nederland bij Urk. En tegelijkertijd werken we aan de nieuwe generatie windmolens door te saneren en te opschalen. Maar ook zeg maar, de onderliggende netten, smart grid toepassingen, energieopslagsystemen werken we allemaal met elkaar. Nieuwland Park natuurlijk, de Oostvaardersplassen, Markerwadden. Een van de meest iconische natuurgebieden van Nederland, waar we ook poorten gaan bouwen om de toegankelijkheid te gaan borgen, zowel bij Almere als bij Lelystad. Heel veel kansen voor de vrije tijdsindustrie. Flevokust, de nieuwe containerterminal bij Lelystad, die aansluit ook bij de logistieke keten die zich rondom Lelystad en Midden-Flevoland aan het ontwikkelen is, ook met de komst van Airport Lelystad. Airport Lelystad, luchthaven Lelystad, Schiphol komt naar deze regio en dat gaat een enorme impact krijgen. Ik zal daar straks nog iets over vertellen. De Floriade natuurlijk, Tjeerd. Eigenlijk ons gezamenlijk platform rondom de groene, de gezonde stad. Ik denk dat je nu al kunt zien dat de Floriade in Flevoland, maar vooral ook in Almere, een enorme stroom aan creativiteit en innovaties op gang brengt. En op basis waarvan
we ook afspraken maken met marktpartijen, met overheidspartijen, om zaken ook echt te versnellen. Ik vind dat een van de allermooiste opbrengsten van de Floriade zoals we die tot nog toe al kennen. Een sterke groei, ik zei het al. Ik denk ook dat het goed is voor u als marktpartijen om zich te realiseren dat in deze regio ook de komende decennia nog groei gaat plaatsvinden. En dat daar natuurlijk ook een deel van de bouwopgave in Almere op is gebaseerd. Almere 2.0. Almere 2.0 is natuurlijk eigenlijk een project, een rijksproject, een regionaal project, waarin we met elkaar de woningbouwvraag uit de Noordvleugel op een andere manier proberen te faciliteren. 60.000 woningen, dat is natuurlijk een hele kwantitatieve opgave, maar het gaat hier wel over het nieuwe bouwen, het nieuwe wonen. Het gaat niet meer over de Vinex-aanpak. Tjerd zal daar straks nog uitgebreid op ingaan. Als we kijken naar de organische ontwikkeling van Oosterwold, als we kijken naar die hele mooie projecten rondom Almere Duin, de duurzaamheidsvraagstukken, de ambitie die Almere ook heeft gelegd in al die opgaves, als het gaat over al die transitieopgaves, dan denk ik dat hier een hele mooie opgave ligt om te innoveren. En u vindt hier ook in deze stad en regio een overheid die dat proces met u wilt faciliteren. Dus kortom, experimenteerruimte is hier aanwezig. Duurzame luchthaven, ik zei het al, nou ga ik iets te snel. Duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen, u ziet op het rechterplaatje de bouw van het eerste Floriadepaviljoen, waar we volgend jaar al mee gaan beginnen. Dat is een ontwerp van Does & Doepel, helemaal gebaseerd op circulaire principes en biobased bouwen. En het is eigenlijk het ontwerp, Sub-Zero heet het. Het is een uitsnede van het grondprofiel van Flevoland, wat hij heeft opgetild. En u ziet eigenlijk een uitsnede van het grondprofiel, de vruchtbare grond van Flevoland. En daarbinnen gaat het paviljoen zich ontwikkelen. Het wordt een compleet biobased verhaal, waarin ook al veel partijen uit de bouw betrokken zijn om hun innovaties toe te passen. En ik hoop dat dat de komende jaren ook echt een platform gaat worden waarin de sector haar innovaties gaat tonen. Duurzaam bouwen, de duurzame luchthaven. Schiphol, wij als regio hebben ons ook de ambitie gesteld om daar ook de laatste innovaties als het gaat over duurzaamheid en luchtvaart te laten zien. Er wordt inmiddels een smart grid aangelegd, een gelijkstroomnet. Er wordt geëxperimenteerd, er wordt ruimte geboden aan experimenten. En Schiphol Groep en de luchthaven en de regio is ook bereid om die innovaties te faciliteren. De omgevingsvisie. U heeft allemaal kennis genomen van het traject van de nieuwe omgevingswet. Waarin uiteindelijk ook partnerschappen tussen overheid en markt centraal staan. Maar vooral ook ruimte bieden aan experimenten. We hebben daar ook met elkaar in Flevoland een proces voor opgezet, waarin ook met name die circulaire economie heel uitdrukkelijk een plek moet krijgen in die nieuwe omgevingsvisie. Ik wil afsluiten. Mijn boodschap is eigenlijk, u als sector, u bent welkom in Flevoland. Als het gaat over de grote gebiedsontwikkelingen heb ik maar een aantal elementen daaruit aangestipt. De grote gebiedsontwikkelingen, de transitieopgaves en de bouwopgave die daarmee samenhangt, die zijn in Flevoland groot. Maar wij zijn graag bereid om met u en de sector in gesprek te gaan om te kijken hoe we dat op de meest duurzame en op de meest circulaire wijze vorm en inhoud kunnen geven. Ik nodig u daarbij uit en ik wens u veel succes en ik wens u nog een mooi congres. Jan-Nico Appelman, dames en heren.